Goedenavond allemaal. De eerste keer live voor mij op Instagram. We zullen hier ook maar starten met de standaardvragen, zeker. Kunnen jullie mij goed zien en goed horen? Alles oké, zegt ons Annick. Merci Annick. Maar ik ben hier al wel alles onder mijn ogen aan het smeren, precies. Alles picobello hoor ik hier. Super. Allez, voilà, ça. Ik ben de laatste in de reeks, denk ik, om in de kerstvakantie live te gaan met een glam look of een feestlook. Dus ik hoop dat jullie het nog niet helemaal beu zijn. Als dat wel zo is, dan is het goed nieuws. Dat is dus waarschijnlijk de laatste. En ik weet ook nog niet helemaal zeker wat ik ga doen. Dus het is spannend. Maar we zullen er alleszins eens aan beginnen. Hè? Natuurlijk ook van mij de beste wensen voor iedereen. Een schitterend jaar, hè, dat 2023 voor iedereen mag brengen. Waar je het allerliefste wilt. En vooral een goede gezondheid, denk ik. Dat ook wel een mooie is. Om toch elk jaar opnieuw te herhalen. Dus dan wens ik jullie allemaal van harte. En veel plezier met Sans Persoon natuurlijk, hè, met de producten. Elke keer een beetje bijleren. Dat doe ik ook nog altijd. Waarmee ga ik beginnen? Ik ga beginnen met mijn primer aan te brengen. Dat is niet zo heel spannend. Maar ondertussen kunnen jullie misschien al eens dus, mee nadenken of mee beslissen. Want ik had origineel gedacht iets met de palmier of iets met de forêt. Ik heb dat dan gepost en er waren vooral mensen die fan waren om de look te zien met de palmier. Dus dat wil ik zeker doen. Maar er is een ander idee dat ook zo al redelijk lang in mijn hoofd speelt. En dat is om een soort frosted make-up look te doen met zilver, wit en blauw tinten. Dus dat zou ik eventueel ook nog kunnen doen als dat jullie voorkeur heeft. Dus ik zou zeggen, moest er iemand een grote voorkeur daarvan hebben, laat het dan weten. En anders dan doe ik de palmier. Ik kan natuurlijk ook twee helemaal verschillende ogen doen. Het is ook iets anders, maar eerst en vooral begin ik al met de primer. En dat is in mijn geval de illuminating die ik gebruik. En dan mag ik er hier zo een schoon stippelschilderij van zetten. Rippelstippel. En zoals je ziet, is die primer aanbrengen echt niet zo spannend. Maar goed. Met de flat kabuki. Dan eerst een belangrijke stap, toch? Ik zie precies voorlopig een lichte voorsprong voor de frosted look met de blauwtinten. Alhoewel dat er ook nog altijd fans zijn voor de palmier. Maar mannetjes, wel mannetjes.
ik twee verschillende ogen doe, dan ga ik niet naar een feestje moeten gaan, alleszins. Het zal nog wel eens iets zijn. Je gaat de spanning opbouwen. Ja, nee, ik weet gewoon echt niet wat ik ga doen. Voel je veel verschil met de vorige primer en illuminating? Evelien, om eerlijk te zijn, vind ik dat geen super groot verschil. Ik heb de vorige hier ook nog, de mineral. Ik moet zeggen dat ik daar altijd heel content van was. Maar van deze van een illuminating ben ik ook content. Dus ik merk niet super veel verschil. Deze ruikt wat lekkerder. Die andere was een meer neutrale geur. En deze heeft een iets meer uitgesproken geur, maar zeker ook niet storend. Dus ja, het gaat echt redelijk gelijk op, denk ik eigenlijk. Welke look zou jullie willen zien? ik zal alleszins al beginnen met een eye primer. Dat is al een goed begin. Dat moet ik toch sowieso doen. Ik moet nergens niet meer naartoe, nee. Een beetje eye primer. Helemaal uitwerken. En de restjes onder de ogen doe ik altijd. Goedenavond trouwens voor de mensen die nu nog komen binnengevallen. Ik zie hier zo nog altijd mensen toekomen, dus... Voilà. Wat ik eerst en vooral ga doen, is met mijn... Als ik hem vind tenminste. Met mijn eye blender. Ga ik een beetje van de lingerie al over de eye primer zetten. En daarmee heb ik het eigenlijk denk ik ook al beslist. Want als ik de palmier zou gebruiken, zou ik nu de Prime & Fix erover zetten. Dus dit oog zal alleszins een frosted oog worden. Maar ik zal ze dan misschien allebei maar gelijk frosted maken. En dan zal ik mijn looksje met de palmier zal ik wel eens gewoon een filmpje van maken. Die is toch eigenlijk heel simpel ook, dus. Het was ook een beetje een dubbele, want er hebben wel een aantal mensen mij specifiek gevraagd om eens een keer iets niet met crème de la crème te werken. En de palmier is natuurlijk specifiek een vraag om wel met een crème de la crème te werken. Dus ja... Dat accordeert niet echt. Dus dat zullen we ze allebei op een ander moment moeten doen. Voilà. Als die een lingerie erop zit, dan ga ik verder met het volgende kleurtje. En dan ga ik iets in mijn arcadeboog zetten. Hè? En wat ga ik in mijn arcadeboog zetten? Dat is een goede vraag. Ik ga de Inspirational nemen van de Refillables. Denk ik. Kennen jullie de Inspirational? Zo'n beetje grijsachtige kleur. Dus ik heb die op mijn tapered blender genomen en dan ga ik die in mijn arcadeboog zetten.
om dat schaduwje een beetje te hebben. Hè? Zien jullie het verschil al? En de andere kant natuurlijk ook. Hoe gaat het? Wel eigenlijk goed. Merci om het te vragen. Het is denk ik wel een beetje mijn laatste live, als heb ik er zo'n beetje bij bedacht. Aangezien dat de nieuwe lichting onderweg is van de ambassadrices. Dus ook wel een beetje spijtig. Maar voor de rest gaat het goed. En welk kleurtje is dit? Dat is de Inspirational van de Refillables. Ik weet niet of ik hem hier kan uitpissen. Wacht, ja, dat lukt. Je ziet, dat is een van mijn favorietjes. Ik gebruik die wel vaker in de arcadeboog ook. Of die kan ook in de buitenste ooghoek, want daar is die zeker ook geschikt voor. Dan ga ik daar nog een klein beetje meer aan zetten. Je kunt live op je eigen account. Ja, Feline, dat is nu eens een idee. Zou ik dat durven? Maar ik weet niet of er dan genoeg mensen zouden kijken. Want ja, mijn eigen account heeft nu niet direct zoveel volgers als die van zo'n persoon, moet ik zeggen. Maar ja, als er interesse voor is, wil ik dat zeker doen. Hè? Want uiteindelijk, mijn account ga ik ook wel actief blijven nadat mijn ambassadrice avontuur erop zit. Dus het is op zich wel een idee. Voilà. Dat is al de arcadeboog. Dan ga ik een smudge brush nemen en dan ga ik eens even zien hoe dat ik het ga doen. Ik ga werken met de boudoir, denk ik. Van de Refillables ook, om een eerste basislaag te zetten over mijn bewegend ooglid. Allee, over de lingerie dus. Die boudoir, dat is zo'n beetje een zilveren. Kijk af en toe eens mee met een spiegel ernaast. Hè. Dat je nog een beetje een idee van wat we doen, wat ik aan het doen zijn. Dus ik werk dat goed in met oogschaduws. En nu die refillables die zijn geprest. Maar ook bij deze en zeker bij losse oogschaduws altijd heel goed induwen. In het pigment in je huid echt deppen. Dat geeft altijd een langer resultaat. Heb je deze wat nat gemaakt? Nee, ik heb die niet nat gemaakt. Ik was dat wel van plan om dat nog te doen als ik dat uiteindelijk mooier vind. Dat doe ik soms wel zo. En ik blijf een beetje weg bij de allerbuitenste hoek. Ooghoek of zoiets. Hoek van mijn oog, buitenkant. Daar blijf ik zo met kweg. En dan ga ik al even met mijn blender van daar juist op dat randje blenden. Hier ook. Als ik een vraag mis, stelt ze gerust opnieuw, hè, want ik vind dat dat hier op Instagram precies wel sneller gaat met mensen die erbij komen en dan zijn er precies comments of vragen al weg of zo. Dus moest ik iets missen, blijven proberen. Blijven proberen, ik kan uiteindelijk op reageren. Of misschien gaat een van mijn
mede-ambassadrices daar wel op reageren natuurlijk, dat kan ook. Voilà, dus dat is al een basislaagje. Nu, voor die frosted look hebben we eigenlijk veel, redelijk veel opties om die mee te maken. Omdat we natuurlijk, we hebben la nuit in de maand en we hebben ook het blauw in het zomerpaletje. Maar we hebben ook twee blauwe kleurtjes in palet nummer 2. Blauwe kleurtjes. En ik denk dat ik dus die blauwe kleurtjes in palet 2 ook eens ga gebruiken, omdat ik ook wel regelmatig de vraag krijg om eens met palet 2 te werken. Dat bij sommige mensen toch wat blijft liggen ofzo, of dat ze dat wat moeilijker vinden. En voilà, dat gaan we dan doen. Hè. Maar je kunt die kleurtjes dus eventueel ook vervangen door, ja, ik zeg het, Mountain en La Nuit bijvoorbeeld. Of door dat blauw van het zomerpaletje, kan zeker ook. Het zomerpaletje zal ik ook even bijhalen. Dus dit blauwe kleurtje is daarvoor zeker ook heel geschikt. Om maar te zeggen, er zijn opties. Lingerie, en ik heb Inspirational in de arcadeboog, dat is van de Refillables. En dan heb ik Boudoir van de Refillables over mijn bewegend ooglid al gezet. En dan ga ik dus nu die donkerblauwe kleur, Inferno heet het, aanbrengen eigenlijk in de buitenste ooghoek. En ik ga dat doen, ik ga dat proberen te doen met mijn vinger. Dus dan dip ik gewoon met mijn vinger op de kleur. Dan ziet het er zo uit. En dan moet ik zoiets mijn handen wassen, want dat is anders een vuile bedoeling. En dan ga ik dat eigenlijk echt hier dippen. En dan doen we natuurlijk in een andere kant ook al even. Voilà. Dan ga je dat al een klein beetje uitblenden, maar niet te fel. En dan gaan we er straks ook zeker nog eens over. Zodat die er zeker fel op staan. Ik ga eens even de dingen van mijn licht veranderen om te zien wat dat beter is. Dat is precies niet beter. Hè? Ik vind dat de kleuren er weer wat anders uitzien dan in het echt op camera. We maken dat wel goed donker aan de buitenkant. Ik ben nog altijd een beetje met mijn licht aan het sukkelen. Is dat beter eigenlijk? En dan ga ik daarnaast dus de gribbleu zetten. Ik ga dat ook met mijn vinger aanbrengen.
zetten we die goed fel aan, deze kleur, tot een klein beetje over de rand van de Inferno. Dat spaart alweer werk om te blenden, vind ik altijd. Als je zo juist over dat randje ook meegaat. En dan natuurlijk ook nog een beetje blenden hier. Er schrijft iemand dag Nelen, maar dat ben ik alleszins niet, hè. Dat zal voor iemand anders bedoeld zijn. Dag Brit, dat ben ik ook niet. Dat is ook niet voor mij. Nu, de intensiteit krijg ik voorlopig nog niet helemaal op beeld. Ik hoop dat jullie dat wel kunnen, een beetje kunnen zien. En ook een goede oogschaduw om te gebruiken bij dit soort look is bijvoorbeeld een meringue van de Crème de la Crème, maar ook een hele mooie losse oogschaduw. En dat is de Neige. Dat is zo'n echte sneeuwwitte met een mooie glitter in. En die ga ik nu ook nog gebruiken. Ga ik aan de binnenkant zitten. Dankjewel, Sabi. En ik ga zo'n beetje ook in het putje van mijn oog wat op te lichten. Dan ga ik even eens proberen mijn smudge brush, is de losse hetzelfde als de kleur van palet 1. Je bedoelt als de nacré, hè? Ja en nee, denk ik. Ze zijn allebei wel heel erg wit. Wacht, hè. Palet 1 ligt hier ook, dus zal ik even pakken. Ze zijn allebei heel erg wit wel, maar ik denk dat de Neige net iets intenser is en ook iets meer glittert als ik het zo op het eerste zicht beschouw. Maar ik heb ze nooit echt naast elkaar gezet. En dan ga ik eens proberen, als ik met mijn smudge brush wil ik zo nog juist iets feller dat blauw erdoor te krijgen, ga ik eens een keer met de fixeur besprayen. En dan nog eens in de gris bleu gaan. Zo nog net iets feller zetten misschien.
Ik ga zeker zoiets nog eens opzommen, zullen. Dat is geen enkel probleem. Want ik snap dat dat soms wat veel kan zijn. In één keer. Ik heb hier nu even mijn spiegel erbij. Ze. En dan voor echt zo in dat putje nog een klein beetje neige bij te zetten en ik graag de pointed brush, zo een heel fijnetje. En dan doe ik zo'n klein beetje. Dat mag voor mij ook niet, en het liefst niet te fel. Voilà, dat is al dat. En je kunt dat altijd, als je dus wilt, nog wat feller zetten. Ook de donkere kleur bijvoorbeeld. Als je denkt, die is er nu wat te fel afgegaan met de blinden. Kan allemaal. En dan kun je dat allemaal nog mooi in elkaar blenden. Geen nood als dat er nu dus wat rommelig uitziet, want dat gaan we zometeen nog mooi opkuisen. Maar dan krijg je zo mooi die overgang van donker naar licht. En je doet dat meestal in een paar keer. Anders is het zo direct te veel ineens. Voilà. Dat is al dat. Dan ga ik beginnen met onder de ogen wat op te kuisen. Want ik ben altijd nogal een beetje een smodderaar. Of hoe ga ik het aanpakken? Ja, ik ga eerst onder de ogen doen. Dan ziet het er al direct wat minder rommelig uit. Waar is mijn concealer brush? Hier is hem. En dan doe ik met een beetje van de concealer stick, de 0.0. Ja, Claudia, inderdaad, die kleuren van palet 2... de donkere doe ik zelf daarom heel graag met mijn vinger op plaatsen er nog eens bij. Dan heb ik al een keer geblend en dan heb je daarna eigenlijk echt wel meer de kleur als je dat met je vinger er nog eens even op dipt. En dan ga ik dus de concealer stick, de 0.0, hieronder trekken en dan naar boven werken. Want het is inderdaad zo, als je die fel blendt, die kleurtjes van palet 2.0, allee, dan ga ik het alleen over de donkere, die vier donkerste, denk ik. Dat slaan die inderdaad redelijk donkerbruin tot zwart uit. Daarom dat ik wel opteer om dat in een aantal keer aan te brengen. En dan telkens een beetje blenden en dan terug kleur bijzetten met je vinger eigenlijk. Voilà, dat is al onder één oog opgekuist. Dat is direct ook een heel verschil. En dan gaan we dat bij het andere oog ook nog doen. Hè.
Dat is ook de reden dat ik altijd en dan ook altijd met mijn ogen eerst begin. Omdat ik, ja, geen nette werker ben eigenlijk feitelijk. En dan kan ik dat zo allemaal op kussens, hè. Floepakee. It's like magic. Kei goede tip. Dank u. Oei, ik weet niet welke tip ik gegeven heb. Maar als het een goede was van mij, dan is het perfect. En als het een goede was van iemand anders, is het ook goed, hè. Zolang als de mens maar geholpen is. Mogen mij trouwens ook altijd privé sturen, hè, als je iets wilt weten. Wat breng je best onderaan oog bij beginnende rippels? Bedoel je dat van concealer, Sandra? Isaura, ik denk, ik hoop dat ik het juist uitspreek, uw naam. De kleur onder de ogen. Ja, ik ben zelf een heel bleke vanuit, zoals je kunt zien. Mijn Loose Mineral Foundation, die ik altijd gebruik, is eigenlijk een 2.0. Dus dat is eigenlijk best bleek. En voor mij was de concealer stick 1.0, die ik eerst had, was eigenlijk wat te donker. Ik merkte dat als ik dat onder mijn ogen deed, dat dat niet echt zo'n oplichtend effect gaf. En dat dat zelfs eerder net iets donkerder resultaat gaf. Terwijl ik eigenlijk wel mooi dat oplichtend effect wou. Dus dan ben ik naar de 0.0 gegaan. Maar normaal gezien kun je het ook wel in verkooppunten gaan testen. Dus dat is altijd wel nog één tip. En wat je best gebruikt bij beginnende rimpels. De liquid concealer is een beetje een luchtigere formule. Dus die kruipt wat minder gemakkelijk in de lijntjes. Alhoewel dat ik mijn mama ook al heb opgemaakt. En dan heb ik ook gewoon de waterproof concealer stick gebruikt. Maar dan heb ik wel heel goed zo'n druppeltje illuminating of wilde beauté eronder gezet. Zodat dat ook goed smeug eigenlijk zich vermengt. En dan heb ik dat zo gedaan en dat was bij haar eigenlijk ook heel lang goed gebleven. Dus. Maar als je echt schrik hebt van die lijntjes te accentueren, best een liquid concealer, denk ik. Of eventueel een liquid foundation. Kun je ook als concealer gebruiken natuurlijk. Voilà. Ik ben zoveel aan het praten, want ik blijf iedereen maar aan rommelen. Hè. Dat is zo bij mij. Dat is alweer een stap voorbij. En dan ga ik mijn huid doen, maar ik stoor mij wat aan de rode plekken op mijn huid. Dus voordat ik mijn liquid foundation ga aanbrengen, ga ik even... Excuseer, ik wou niet opengaan. Met de groene concealer stick, dus de mint, ga ik proberen dat een klein beetje weg te werken. Dat wordt hier ook weer een heel schoon zicht, hè. Mooi, hè. Ergens ga ik dat precies toch niet missen om zo voor de camera te zitten, want dat is toch maar een heel raar zicht. Dat vind ik trouwens een stap die ik bijna nooit doe. Deze stap van de groene concealer. Maar als ik dus voor een face look ga, zal ik dat soms wel doen. Omdat ik mij dan zo wat stoor aan die roodheden. En dan ga ik dat met de flat kabuki inwerken. Dus dat groen, voor wie het nog niet moest weten, maar groene concealer is specifiek bedoeld om roodheden te neutraliseren, omdat dat twee tegenovergestelde kleuren zijn op de kleurencirkel, geloof ik, dat die elkaar dus eigenlijk opheffen. En je hebt kleuren die naast elkaar liggen, die versterken elkaar, dus die doen elkaar feller uitkomen. Maar kleuren die tegenover elkaar staan, als je die dan op elkaar gebruikt, dan neutraliseren die elkaar. En dat is dus wat we doen met die groene concealer om mijn rode wangetjes te neutraliseren. Maar dat uiteraard momenteel niet volledig lukt, gezien het feit dat ik live ben en dus een beetje zenuwachtig en dus een beetje roder dan normaal. Maar goed, je snapt het concept. En je ziet ook wel het verschil. En als ik die meer flawless look wil, dan ga ik dat toch meestal wel gebruiken.
een klein beetje bij doen hier zo. En natuurlijk ga ik er dan niet direct mijn poeder over zetten, want ja, nu ziet dat er nog zo'n beetje mijn grauw-groene schijn uit. Dus wat ik eerst ga doen is een klein beetje liquid concealer erover zetten. De liquid concealer dus. Dat is een 1.0 in mijn geval, ja, bleek velletje, hè, zoals jullie weten. En dan ben ik hier een beetje aan het pompen, tot er product uitkomt. Ik heb hem precies niet op zo'n kop laten staan, wacht. Dus note to self, laten we liquid foundation schoon even met zijn kop naar beneden staan. Anders moet het lang pompen. En note aan jullie ook eventueel, voor moesten jullie dat willen weten. Maar het is gelukt. Liquid foundation dus. En dan ga ik die... ook verdelen over mijn gelaat. En op de plaats waar ik die groene concealer heb gezet, ga ik dus echt heel goed dippen. Om die erover te zetten. En dan verdeel ik gewoon over heel mijn gelaat. En voilà, dan zien we er toch al een stuk egaler uit, hè. Is de liquid concealer ook fijn voor een droge huid? Zeker, die is heel luchtig van textuur. Dus ik denk voor mensen met echt een heel droge huid, dat die waarschijnlijk fijner gaan aanvoelen dan die cream to powder textuur van de concealer sticks. Voilà. Dan gaan. De liquid. En dan poederen we een liquid natuurlijk altijd af. In mijn geval dus met de Loose Foundation 2.0. En de Kabuki. Ik krijg, ik denk het wel, ik heb normaal ook een droge huid, valt de rest heel goed mee. En natuurlijk ook af van je reinigingsmiddel, ja. Een goede huidverzorging en een goede skincare is eigenlijk de ja, echte basis, hè. Voor een goede make-up. Die klas vandaag ook iemand in de community die zei van, hier zo tussen mijn wenkbrauwen... ja, pakt mijn foundation precies niet zo goed of ziet dat er precies wat
wat raar uit. Maar als ik dat zelf ook heb, is dat meestal omdat mijn huid daar te droog is. En dan is dat meestal opgelost als ik een goede hydraterende crème aanbreng. Nog een klein extra laagje. Dank u voor het compliment over mijn oorbellen. Voilà, dan denk ik dat we daar alvast bijna mee rond zijn. Dan een blushje gaan we doen. Of eerst misschien een beetje contouring. Met de Soleil Pour Brunette. Niet enthousiast, want dat is een heel gepigmenteerd product. Zoals je kunt zien. Niet te dicht bij de mond. Altijd heel belangrijk. Dan een beetje in de haarlijn hier. Oei, niet in mijn haar. In de haarlijn, zei ik dus. Dit is de double-ended dat ik daarvoor gebruik. Dus dat is zo de contour en highlight brush. Dat was eens een keer een limited edition. En die vind ik daar heel ziek voor. Die heeft zo dat plat stukje zo, waarmee je eigenlijk wel heel precies kunt werken. En dan ga ik dat al eens een eerste keer blenden, inblenden. Voor wie dacht dat ik dat zo ging laten staan? Nee, dus. Is deze borstel nu nog te koop? Ik zou nu niet zeker durven zeggen wat hier op de webshop nog te koop is, hè? Maar in bepaalde verkooppunten hebben ze die zeker nog. En dan voor blush ga ik de roze blush van het Contour Glamour palet gebruiken. Met een blush brush natuurlijk. Dat is een heel mooi fris blushje. Een frisse roze kleur. En de andere kant ook natuurlijk. Precies, people de clone. Dan weer een beetje verzachten. Dan hebben we de wenkbrauwen nog niet gedaan. En dat valt altijd direct op, vind ik, als ik dat niet doe.
Dus dat is zeker ook een must bij zo'n look. Zeker ook hoe opvallender uw ooglook, hoe belangrijker dat het is om ook uw wenkbrauwen goed te doen. En daarvoor gebruik ik een brouwbrush en de losse oogschaduwtaupe. Dan ga ik dat zo een beetje invullen. Het is een schone pipodocolon, alleen merci. Ja, ik zet mijn blush altijd graag wat feller. Dan kan ik die eigenlijk met de kabuki zo nog wat mooi verzachten. Maar als ik die pas heb gezet, denk ik dan wel altijd van, oei oei, van nu. Komt dat nog wel goed, denk ik dan. Helemaal in het begin, bij mijn eerste demo, denk ik niet, bij mijn eerste workshop, als ik blush moest aanbrengen, heb ik daar ook ongelooflijk mee gestukkeld. Vond ik dat verschrikkelijk moeilijk. En ik heb dat ook veel te fel gedaan, veel te veel gedaan. En toen was ik ook al aan het panikeren, maar toen zei die visagiste ook rustig. Dat eigenlijk allemaal nog fixen met de kabuki. En dat is ook zo. Van hè? Wenkbrauw. Geen wenkbrauw. Toch een heel verschil. Misschien dat ik de juiste kant van mijn brush heb. Trouwens ook een pro-tip die ik misschien kan meegeven vanuit dus mijn eerste ervaringen. Toen, tijdens die workshop, was ik ook bezig met mijn wenkbrauwen in te kleuren. En ik had gewoon veel product op mijn penseel en ik had dat niet afgeklopt. Ik wist dat van niks en ik was al begonnen voordat die visagiste goed en wel klaar was met haar uitleg. En ik was ook begonnen hier aan het beginpuntje van mijn wenkbrauw. Doe dat nooit, want je wilt het meeste van je product echt niet hier hebben. Dan zit er precies een angry bird. Ik weet het uit ervaring. De kleur die ik op mijn wenkbrauwen heb zitten is de losse top. Maar van hè. Dat is gewoon een angry bird. Dat is ook niet lelijk zeker. Dus ik heb sindsdien wel wat bijgeleerd. En dan kan ik er ook altijd nog wel eens door. Voilà, dan zijn we al redelijk ver gevorderd. Misschien moeten we onze look aan de ogen nog wel afwerken met een lijntje binnenkant, denk ik. Maar dan ben ik aan het twijfelen wat voor een lijntje dat ik er zou bij doen. Ik heb natuurlijk wel dat marine blauw oogpotlood, die ook een limited edition is geweest. Die is misschien wel leuk, of anders gewoon de waterproof, de grijs. Dat kan ik ook nog doen. Niet met de voorkeur. Bij de frosted look. Wat je trouwens ook nog kunt doen. Ben ik nu aan het bedenken. Mascara is huske. Ja, mascara. Daar zit er zoiets. Ik vergeet dat soms mascara. Als ik weer ben zonder iets, is het meestal mascara. Dat is echt hetgeen dat ik het makkelijkste vergeet. Maar dan ga ik ze weer nog doen. En iets op mijn lippen ook natuurlijk. Maar ik was aan het denken, als je nu toch nog zo een klein beetje een crème de la crème er zo wilt stiekem bijvoegen.
dan kun je dus eventueel met een bellelijn nog bij wijze van oogschaduwtopper voor wat extra frosty sparkles. Het is maar voor de liefhebbers, hè. Als je zoiets zegt van, het mag echt iets wat meer zijn. Want die crème de la crème's en zeker die hele shiny versies kun je zeker ook als oogschaduwtoppers gebruiken. Voilà. Nog een beetje blauw er terug bij. En nu zijn we helemaal frosted, hè. Als dat nu niet frosted is, dan weet ik het ook niet meer. Ja, dus een grijs waterproof oogpotlood had ik gelezen. Ik heb mezelf weer afgeleid. Moet ik het doen? Vraag het me niet. Maar gezellig. Ik ben aan het zoeken. Maar waar is mijn grijs waterproof oogpotlood? Van dit. Ja. Voilà. Zo. En dan pak ik er alvast een klein penseeltje bij. Ja. Zo, dan gaan we er nog een lijntje bij zetten. Hè? Dat ga ik wel in mijn spiegel doen, zullen, want anders gaat dat hier kan er een ongelukje van komen. Kunnen jullie het nog zien of kunnen jullie het nu niet meer zien? En ik ga een beetje aan de andere kant zitten ook. En dan breid ik dat altijd wat uit met een penseeltje, want ik vind dat mooier als dat zo wat zachter is. Zo, dat vinden we. Is het beter mee dan zonder? Geeft wel ietsje meer piet toch nog, hè? Ja, nou. I love it hoe je gewoon jezelf blijft. Ja, sorry. Ik denk dat een beetje you hate it or you love it is. Want ja, ik kan mezelf niet anders voordoen. It is just a me. Myself and I. Zo heel formeel en in de school en zo, ik kan dat niet. Dat lukt mij niet. Dat is gewoon niet wie dat ik ben. Geeft meer diepte, heel mooi. Ja, dat is effectief zo. Wacht, hè. Ik zie hier een vraag, denk ik. Mooi, heel mooi. Mooi met het lijntje, zeer mooi. Nou ja, oké, dat was geen vraag. Wat zou ik verkeerd doen met scherpen? Als ik dat doe bij allemaal, is dat niet mooi egaal geslepen en de punt staat dan precies los.
heb die dubbele slijpen van Saint Pearson. Oei, dat is heel raar. Ik moet zeggen, voordat ik die dubbele slijper had, lukte het bij mij ook niet zo heel vlot om die te slijpen. Die potloden, die waterproofs. Maar sinds ik die heb, is dat bij mij echt geen enkel probleem. Ligt uw make-up misschien in de badkamer of zo, dat die misschien wat warmer ligt? Want dat is wel zo ietsje gevoeliger. Allee, aan... Ja, laat ik zeggen zo... Dat is heel crèmig, hè, die textuur. Dus misschien als die nog wat warmer wordt, dat dat niet zo goed is. En dat dat... Dat je dat beter dan heel even in de ijskast probeert te leggen of zo. Dat is het enige wat ik kan denken. En sommige slijpers natuurlijk. Ja, als dat feestje van die slijper niet meer goed is, kan dat ook zijn. Maar ja, zo oud zal die slijper nu ook niet zijn. Heb je al eens geprobeerd? En dat is een heel stomme vraag, hè. Maar heb jij eens geprobeerd met iemand anders een slijper? Gewoon met van een vriendin of zo, die ook een make-up slijper heeft? Om te zien of het zeker niet gewoon een, ja, zo wil ik te zeggen, een maandagochtendmodelletje van slijper is. Dat zou ik eens proberen, om te zien of het daar niet aan ligt. Want als het met al uw potloden is, is dat wel vreemd natuurlijk. Dus dan zou ik wel eens bekijken of het misschien niet kan daar iets mee te maken hebben. Gewoon, ja, is lenen van een vriendin of een buurvrouw of een zus... een van zo'n persoon of een van een ander merk, maar gewoon eens om te kijken of het daaraan kan liggen. Klaar voor een stapje in de wereld. Ja, het zal een stapje in mijn zetel worden, subiet, naast mijn man. Maar ik heb nog geen mascara aan, dus dat gaan we eerst doen, hè. Ik hou altijd een spiegelje onder mijn ogen. Voilà. Dat is al één oog. Ja, die waterproof, dat zijn wel de lastigste om te slijpen. Omdat dat zo'n soort plastiekige omhulsel is meer. In vergelijking met andere oogpotloden zijn vaak zo hout omhulsel. Dus ik zou echt eens een keer proberen of dat je de slijper van iemand anders eens een keer mocht lenen. En sowieso in de frigo liggen kan echt nooit kwaad om die stap te proberen. Want daar doet je geen verkeerd mee. Voilà, mascara aanwezig. Dan zijn we bijna rond, denk ik. Met onze frosty of frosted make-up look. We gaan nog iets op de lippen doen, hè. Wat gaan we op de lippen doen? Wat gaan we op de lippen doen? Dat is nu een heel goede vraag. Wat doe je bij zo'n look op de lippen? Ik zou precies altijd naar een Nu de Parfait gaan voor zo'n look. Of zou ik kunnen proberen met een rosé d'or. Dat is ook wel mooi. En misschien nog niet te fel. Ik ga eens voor de rosé doorgaan. Ofwel de rosé douce.
Ik ben nu wel elke dag een lookje gewend. Ja, dat is waar. Dat wint snel. Maar ik denk dat het vanaf nu toch niet meer elke dag zal zijn. Ik ga de rosé door eens proberen. Als die goed is, dan haal ik hem af en dan proberen we de andere. Ah, ik zal het nog bekend onder mijn neus te schilderen. En wat vinden we? Kan dat erbij of kan dat er niet bij? Net de look eigenlijk zo goed als klaar is. Dan moet ik altijd mijn haar even terug in de plooi krijgen. En dat is dan de look geworden, hè. Als er iemand nog een herhaling wou, dan kan ik zeggen wat ik gedaan heb, nog even snel. Voor de ogen, eye primer en lingerie als basis. En dan heb ik in de arcadeboog de Inspirational van de Refillables gebruikt. Op het bewegend ooglid de Boudoir van de Refillables. Daarover heb ik dan gezet de binnenste ooghoek, de neige. Middelste van het bewegend ooglid de Gris Bleu van Palette 2 en het buitenste ooghoek heb ik de Inferno van Palette 2 gezet. Daarover heb ik nog als oogschaduwtopper de Belle Helene een beetje gebruikt. En een grijs waterproof oogpotlood als lijntje boven en onder. Dus dat was het voor de ogen. Op de lippen heb ik de Rosé d'Or. Die heb ik er net bij gezet. En ja, een beetje contouring, zachtjes met de Soleil Pur Brunet, de roze blush van het Contour Glamour palet, omdat die ook mooi matcht. Die matcht mooi met de lippenstift. En om mijn huid heel egaal te krijgen, heb ik eerst gewerkt met de Mint Concealer Stick om mijn roodheden te camoufleren. Daarover heb ik de Liquid Foundation 1.0 gebruikt en dan de Loose Mineral Foundation 2.0. En ik denk dat dat het zo'n beetje was. Het is trouwens een toplook voor bij blauwe ogen, hè. Blauw-grijze ogen zoals die van mij. Dus ik hoop dat jullie er iets van hebben opgestoken, of dat jullie het leuke inspiratie vonden om nog eens een lookje te zien met palet 2.0. En ja, ik denk dat het voor mij misschien mijn laatste live was, wat ik wel wat jammer vind. Dus ik hoop als jullie nog meer van mij willen zien of horen, dat jullie mij blijven volgen op Instagram bijvoorbeeld. En dan ga ik jullie sowieso ook in de community blijven inspireren met looks, hè, en met een beetje tips en tricks. Maar kijk vooral ook samen met jullie uit naar de nieuwe ambassadrices, hè, wie dat gaan zijn of wie dat gaan worden. En wat zij jullie allemaal gaan tonen. Dus ik denk dat er ons nog mooie dingen wachten. En dan wens ik jullie een super fijne avond. See you!